tips voor een goede oorhygiëne? Tips voor een goede oorhygiëne. Naast het verwijderen van de viezigheid aan zowel de binnenkant als buitenkant van je oren, omvat een goede oorhygiëne ook het beschermen van je oren tegen geluiden die te hard zijn. Leer hoe je dit belangrijke deel van je lichaam goed beschermt in dit artikel. Je oren zijn een van de belangrijkste zintuigen van je lichaam. Ze helpen niet alleen geluiden op te vangen. Ze zijn ook de zintuigen die je in balans houden. Daarom is het erg belangrijk om een goede oorhygiëne te hebben. Niet alleen betekent dit dat je oorsmeer moet verwijderen, maar ook dat je voorzichtig moet zijn met je omgeving. Het is erg belangrijk om goed met je gehoor om te gaan. Een probleem met dit orgaan is niet geneesbaar. Er zijn wel verschillende behandelingen voor een aantal aandoeningen. Het behouden van een goede oorhygiëne voorkomt infecties en ziektes. Ontdek de juiste manier om goed voor je oren te zorgen. Je zal zien dat het niet zo ingewikkeld is en erg makkelijk is om te doen. Hoe moet je de oorhygiëne aan de buitenkant handhaven? Het reinigen van je oren is niet alleen beperkt tot de binnenkant, je moet de buitenkant ook niet vergeten. De buitenkant van je oren verzamelt stof en andere viezigheid. Dit kan in je gehoortunnel terechtkomen en problemen veroorzaken. Een goede oorhygiëne is als volgt het makkelijkst te onderhouden. Maak deze vochtig met een klein beetje water, maar niet volledig nat. Was voorzichtig rondom en achter je oren. Doe dit om alle viezigheid weg te halen, zodat er niks meer achterblijft. Iets anders dat je moet doen om je oren te beschermen, is voorkomen dat je gedurende lange tijd naar harde muziek luistert. Het lijkt misschien niet zo belangrijk, maar het is de meest voorkomende reden dat meer en meer jonge mensen naar de dokter komen met gehoorproblemen. Wat is oorsmeer? Veel mensen denken dat een goede oorhygiëne bestaat uit het verwijderen van oorsmeer. Ten slotte is oorsmeer een plakkerig, onprettige en onhygiënische substantie. De waarheid juist het tegenovergestelde. Oorsmeer, ook bekend als cerumen, zorgt voor de bescherming van de huidpinnen in je oren en het voorkomen van infecties. Daarom moet je stoppen met het te zien als iets vies of iets waar je vanaf moet. Ook beschermt het je trommelvliezen. Oorsmeer houdt stof, dingen die er niet horen en alles wat ontstekingen kan veroorzaken buiten je oor. Daarnaast beschermt het de binnenkant van je oren tegen infecties en kleine bacteriën die in contact komen met je gehoorgang. Oorsmeer is dus erg belangrijk. Een goede oorhygiëne betekent dus niet hetzelfde als oorsmeer verwijderen. Hoe moet je de oorhygiëne goed onderhouden? Wanneer je doucht of je hoofdhuid wast, wordt het oorsmeer in je oren op een natuurlijke manier verwijderd. Dit gebeurt ook wanneer er een teveel is. Wanneer je nat wordt tijdens het douchen, gebruik dan warm water. Let erop dat er geen water in je gehoorkanaal terechtkomt. Ook moet je de buitenkant en het gebied eromheen goed schoonmaken. Droog het vervolgens goed na met een zachte handdoek. Methodes voor thuis om een goede oorhygiëne te behouden is het wachten op je oren om zichzelf te reinigen voor jou een lange zit. Het goede nieuws is dat je niet hoeft te wachten. Er zijn verschillende methodes die je kan gebruiken.
Het steken van wat voor instrument dan ook in je oren is erg gevaarlijk en moet te allen tijden worden vermeden. Probeer daarvoor in de plaats eens een van de volgende methodes. 1. Een zoutoplossing. Een zoutoplossing is waarschijnlijk een van de snelste en makkelijkste manieren om je oren mee schoon te houden. Ingrediënten: 1 eetlepel zout, 1 2 kopje water. Instructies: voeg de eetlepel zout toe aan het halve kopje water. Verwarm dit een klein beetje, maar alleen tot het enigszins warm is. Weken wat een schijfje in deze oplossing. Wring dit goed uit en reinig hiermee voorzichtig je oren. Vervolgens doe je een paar druppels hiervan in je oren om ze schoon te maken. Zo raak je enige vormen van pijn die je misschien hebt kwijt. 2. Waterstofperoxide. Dit is een van de meest gebruikte methodes voor het reinigen van de oren. Dit komt doordat waterstofperoxide bacteriën verwijdert. Dit zonder enige risico's of schade toebrengen. Mix gelijke delen water en waterstofperoxide met het laagste percentage 3 delen water met 3 delen waterstofperoxide. Neem een watten schijfje en maak deze vochtig met dit mengsel. Wrijf voorzichtig om en in je oren. Druppel een paar druppels van het mengsel in je oren. Vergeet niet dat je scherpe objecten moet vermijden, zodat je je trommelvliezen niet beschadigt. Onthoud dat een goede oorhygiëne erg belangrijk is. Waar wacht je nog op? Begin nu met het zorgen voor een van de belangrijkste organen van je lichaam.